Al maanden vormt dit het straatbeeld in Venezuela. Demonstranten betogen tegen de regering van president Maduro. Door rellen vielen er al meer dan 60 doden. Wat is er precies aan de hand in het Latijns-Amerikaanse land? De partij van president Maduro heeft geen meerderheid meer in het parlement. De oppositie heeft zich verenigd en wil af van het socialistische bewind. Venezuela kampt met voedseltekorten en inflatie. Het Hoge Rechtshof in Venezuela heeft de rol van het parlement overgenomen. Het hof oordeelde dat parlementsleden zich niet aan de regels houden. De rechters staan onder invloed van president Maduro, zeggen de betogers. Hevige rellen zijn het gevolg van de uitspraak. Het leger, dat de demonstraties in de kiem probeert te smoren, staat vooralsnog aan de kant van president Maduro. Hij wil nu de grondwet aanpassen om zo de macht te behouden.